dames en heren, jongens en meisjes, een bijzonder goede avond en van harte welkom op de halve finale Miss Sint-Niklaas. We hebben voor u fantastische finalistes en een veelbelovende show. Vanavond weten we dus wie de definitieve finalistes voor de komende editie van Miss Sint-Niklaas worden. U kon nu net de volledige groep al de eerste maal zien in de openingsdans, gekleed door Steps. En de haren die werden verzorgd door Fancy Fru. Kwestie dat u het weet. Dank u allemaal voor jullie applaus. Ik ben Caroline Maas uit Sint-Niklaas, 24 jaar jong. Even op adem komen. Mijn hobby's gaan van dans, wat u zojuist gezien hebt, tot urban exploration. Urban exploration staat in het woordenboek als volgt uitgelegd: het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen. Nu, deze gebouwen kunnen gaan van verlaten panden, villa's, lege treindepots of gewoon vergeten fabrieken. Nu, het is intensief. Dus die verlaten gebouwen zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Je moet heel goed zoeken, bijvoorbeeld via Google Earth. En als je ze gevonden hebt, zijn ze echt wel de moeite waard. Je treedt als het ware terug in de geschiedenis. Je wandelt door gangen en corridoren waar vele jaren voor mij mensen hebben gewandeld. Ik hoop altijd zo een stukje van de geschiedenis terug mee te brengen naar de toekomst. Ik ben iemand, ik hou heel hard vast aan tradities en geschiedenis. Goedenavond iedereen, ook vanuit mijn naam van harte welkom en ik hoop dat jullie het een mooie show gaan vinden. Ik ben Shawnee, ik woon in Kruijbeke, niet zo heel ver van gelegen. Ik ben 18 jaar en het jongste meisje dat deelneemt aan Miss Sint-Niklaas sinds ben 15. Waarom ik deelneem aan Miss Sint-Niklaas is eigenlijk om drie redenen. Ten eerste om mijn zelfvertrouwen een beetje op te krikken. Dan ook nog omdat ik denk dat het wel de droom is van elk meisje om eens in de spotlight te staan met een mooi kleedje. En misschien wel met een kroontje naar huis te gaan, wie weet. En de derde reden is eigenlijk ook omdat ik ga naar school in Sint-Niklaas. Ik wist wel dat Sint-Niklaas groot was, maar dat het zo groot was, dat wist ik zeker en vast nog niet. Goedenavond allemaal, ik ben Shirley, ik ben 20 jaar, ik ben afkomstig van Calo. Waarom doe ik mee met Sint-Niklaas? Het leek mij een leuke ervaring, ook een ervaring waar ik meer kappers, meer van de kappersstoel kan opdoen. Want ik volg momenteel een kappersopleiding in Sintra, hier in Sint-Niklaas. Zoals jullie ook wel zullen zien op het filmpje straks. Een heel goede avond iedereen. Mijn naam is Vanessa Verdikt. Ik ben 22 jaar. Ik ben opgegroeid in Melcelen en sinds kort woon ik in Sint-Niklaas. Jullie mogen nu naar mijn filmpje kijken. We hadden van de oude advocaat opdracht gekregen om pralines te verkopen en daar een filmpje rond te maken, onder andere over onszelf. En ik heb daar een soort van reclamespot van gemaakt. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Erin. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Bornem. Als vierde werd ik uitgenodigd om aan deze misverkiezing mee te doen. Ik ben heel blij dat ik hier nu mag staan. En als vijfde op een rij van drie broers en één zus ben ik opgegroeid al 19 jaar lang. Goedenavond iedereen, ik ben Kelly van Hova, ik ben 24 jaar en ik kom uit Lint. Ik ga mee aan jullie mijn filmpje voorstellen. Goedenavond, mijn naam is Tessa. Nu, ik heb geen filmpje beschikbaar. Ik ga mijn voorstelling op een andere manier doen. Ik vind dat het een van de belangrijkste dingen is, kwestie van communicatie, buiten lichaamstaal dan. Dus vandaar heb ik eigenlijk mijn presentatie voorbereid in een aantal verschillende talen die ik machtig ben. Hallo, goedenavond iedereen. Ik ben Santana de Wilde. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Sint-Pauls. Ik ben zorgkundige in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia. Goedenavond iedereen. Ik ben Laura Donders. Ik ben 19 jaar en ik woon in Bornem. Ik ga nu een beetje van me... Ik ga nu jullie mijn filmpje laten zien. Alvast een goede avond iedereen. Ik ben dus Leslie van Schetdal, zoals u weet. Ik ben 20 jaar vandaag geworden. Een speciale dag dus voor mij.
En ja, waarom ik meedoe aan deze misverkiezing was dus om nieuwe ervaringen op te doen. En dat heb ik voor het moment dus, ja. Ik heb een tweelingzus en ik heb nog een halfzusje ook. De belangrijkste mensen in mijn leven die zitten eigenlijk allemaal vanavond in deze zaal. Namelijk mijn papa. Mijn papa, zijn vriendin en mijn oma. Sorry. Via deze weg wil ik ook heel graag mijn opa bedanken, die is overleden. Sorry. Ik weet dat hij mij altijd steunt en dat hij er altijd voor mij gaat zijn. En ja, sorry ze, maar mijn hobby's zijn paardrijden en ik ga ook heel graag weg. Shoppen doe ik ook heel graag. En nog eens bedankt, papa, voor alles wat je voor mij hebt gedaan in mijn leven. Dankjewel voor jullie aandacht. Goedenavond allemaal, ik ben Lize, ik ben 20 jaar en ik woon in Sint-Amans. Waarom doe ik mee aan deze verkiezing? Omdat ik een enorme uitdaging zie in de hoofdprijs. Dat klinkt misschien raar, maar ik denk toch dat het niet niets is om een stad zoals Sint-Niklaas te mogen vertegenwoordigen. Ik wil Sint-Niklaas zowel op cultureel, sociaal, sportief en alle andere vlakken proberen representeren. Ook probeer ik mezelf te ontplooien en veel bij te leren in deze wedstrijd. Cynthia Wijns, ik ben 19 jaar en ben geboren en getogen in Sint-Niklaas. Waarom doe ik mee aan deze misverkiezing? Wel, ik vind het persoonlijk niet belangrijk dat je hier de mismaten hebt, maar wel dat je sympathiek bent, sociaal, je inzet en vriendelijk bent. Dus... Je bent dolgelukkig omdat je zwanger bent en dan krijg je te horen dat het er twee zijn. Twee baby's, dus twee keer zoveel werk. Of beter gezegd, dubbel zoveel pampers verversen en dubbel zoveel gehuil in huis. Mijn ouders zullen nu wel denken, ben daar dom net. Wel, goedenavond iedereen. Ik ben Aurélie Waterschoot en ik ben de helft van een eenijige tweeling. Ik ben 20 jaar en ik woon in Sint-Gilles-Waas. Dansen in Danscenter Papaya was jarenlang een van mijn hobby's. Nu is dat dansen in Club Royal geworden op zaterdagavond en fitnessen in het atelier. Buiten dat ik altijd al gesport heb in Sint-Niklaas, ben ik er ook 6 jaar lang naar school geweest. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar marketing aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Wel, waarom doe ik mee aan Miss Sint-Niklaas? Een stadsambassadrice moet de stad kunnen promoten. De stad Sint-Niklaas heeft een goed bestuur en talrijke evenementen. En het is de job van een stadsambassadrice om de mensen te laten kennismaken met de ballonfeesten, de parkfeesten, de pleinconcerten enzovoort. Het is aan haar om de mensen de voordelen te laten zien van de stad Sint-Niklaas. En dat zou ik graag willen doen. Goedenavond iedereen, ik ben Van Michel Bo, ik ben 20 jaar oud en van Zeele afkomstig. In het dagelijks leven werk ik fulltime bij Alcom, ben ik zelfstandig in mijn beroep en studeer ik ook nog eens aan de Hogeschool Gent, namelijk vastgoed. In het beetje vrije tijd dat ik nog heb, ga ik graag ook eens weg, zit ik in de fitness of ga ik karten als dat mogelijk is. Zoals jullie weten hebben we over enkele weken de opdracht gekregen om zoveel mogelijk pralines te verkopen. Natuurlijk was er meteen ook bijgezegd om dit op een zo origineel mogelijke manier vanavond naar jullie te brengen. Vandaar dat ik het over een andere boeg heb gegooid en dus mijn attributen mee heb. Voor de mensen in de zaal van achter is het misschien niet zo duidelijk, dus ik ga gewoon uitleggen wat er allemaal op staat, zodat iedereen ook duidelijk het plaatje snapt en weet wat er allemaal gebeurt. Dus mijn nummer is 5, vanzelfsprekend is dat dan dus een grote 5 geworden. Er staat zowel bovenaan als onderaan de oude advocaat op, een van onze sponsors waarvan dat de pralinetjes dus waren. De kleuren geel en bruin spreken dus het geel voor de advocaat en het bruin voor de chocolade van de pralinetjes. In het midden staat dan een citaat, misschien niet leesbaar, dus life is short, eat eggnog liquor first. Vrij vertaald, als het leven is al kort genoeg, dus je moet genieten van elk moment dat je hebt. Hoe kan dat doen ook beter met een beetje een advocaat of een advocaat pralineke van de oude advocaat natuurlijk. Bovenaan ziet u dan de foto's die ik zelf genomen heb in het bedrijf. Ik vond het namelijk zeer belangrijk toen we de opdracht kregen om te weten wat we verkochten. Als vertegenwoordiging van een stad of een product moet je weten wat je verkoopt, vind ik. Dus ben ik persoonlijk zelf eens naar daar gegaan, zodat ik toch een idee heb wat ik verkocht, dat ik dat ook duidelijk kan maken aan de mensen zelf. 19 jaar, ik studeer momenteel orthopedagogie
En daarvoor heb ik altijd op school gezeten in Sint-Niklaas. In de lagere school, op de presentatie, maar ook op Carolus. Ik ben geboren in Sint-Niklaas, ik heb daar op school gezeten. En ik werk daar ook in Club Royal, maar ook in Lascaux en in Echo Keukens. Dus ik ken Sint-Niklaas eigenlijk wel heel persoonlijk en ik vind het echt een topstad. Ik doe mee voor de ervaring vooral en ja, voor al die topmeiden te leren kennen. Van Dam. Ik ben 19 jaar jong en ik ben afkomstig uit Kruibeke. Kruibeke is eigenlijk niet zo ver gelegen van Sint-Niklaas. Het is ook in het Waasland. Ik ben Sint-Niklaas vooral voor de stad te leren kennen en voor de leuke ervaring. Zoals jullie al gehoord hebben, ben ik niet van omstreken. Maar ik kan jullie wel vertellen dat Sint-Niklaas al heel nauw aan mijn hart ligt, zoals mijn eigen provincie. Ja. We beginnen met de eerste finaliste. En dat is Vanessa Verdikt. Geselecteerd! Iedereen die geselecteerd is, mag een stapje naar voren zetten. De volgende dame is Cynthia Wijns. Geselecteerd! Finaliste nummer 3. Is het Aurélie Waterschoot of niet? Aurélie is ook geselecteerd. De vierde kandidaat van vanavond, dat is Eline van Doren. Geselecteerd. Vijfde kandidaat luistert naar de naam Bo van Mierhout. Bo, je bent geselecteerd. De zesde kandidaat van vanavond, dat was Lauren Ongena. Niet geselecteerd. We nemen afscheid van Lauren. Hartelijk dank voor jouw deelname. De volgende finaliste, inderdaad, een applaus is welkom. Dus kandidaat nummer 7, Kelly van Hoven. Kelly is geselecteerd. De volgende kandidaat had vanavond het nummer 8, krijgt in de toekomst een nieuw nummer natuurlijk. Dat is Lise Verbruggen. Geselecteerd. De volgende dame gaan we er meteen bij vertellen was Shana Venke. Dat was de lieve dame die er effectief zou geweest zijn, had ze haar enkel deze week niet gebroken. Dus heel jammer, maar we verwelkomen haar natuurlijk volgend jaar met veel plezier terug. Finalisten of kandidaten met het nummer 10 van de avond, dat was Melissa Engels. Niet geselecteerd. We bedanken Melissa natuurlijk ook met een applaus. We hebben dan kandidaat nummer 11. Luister naar de naam Santana de Wilde. Geselecteerd. Kandidaat nummer 12 vanavond, dat was Tessa Minne. Tessa, je bent geselecteerd. Bracht het nummer 13 geluk of ongeluk voor Tessa van Dam? Vandaag bracht het geluk, want ze is geselecteerd. Kandidaat nummer 14 luistert naar de naam Shirley MG. Shirley, je bent geselecteerd. De volgende kandidaat, dames en heren, u heeft het gehoord in het begin van de avond, is de dame die zonder een boodschap deze week haar kat heeft gestuurd. Dus zij valt af. Dat wil zeggen dat eigenlijk al de volgende namen, we gaan ze overlopen, Caroline Maas, Shawnee van Landegem, Laura Donders, Leslie van Schepdaal en Ashley Gendricks allemaal geselecteerd zijn. Yeah.